Bitcoin ziet er niet al te best uit en ik hoor steeds meer geluiden over een bear market. Zijn we nu in bear market begonnen? Mensen die panieken, ook panic cellen. Dus vandaag gaan we kijken naar een crypto markt update. Hoe denk ik dat we ervoor staan en wat we kunnen verwachten van de komende periode. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst welkom. Op dit kanaal deel ik alles om Cryptocurrency. Hou ik je op de hoogte, gewoon lekker in het Nederlands. Dus vind je dat tof, crypto, geld verdienen je met crypto. Overweeg dan even om op die rode knopje onder te klikken. Abonneren voor het geval je het nog niet zag staan is gratis voor je. Help je mee om mijn kanaal een beetje te groeien. En je mist dit soort video's in de toekomst niet uh, wat heel waardevol voor je kan zijn. Daarnaast zou ik het heel erg waarderen als je de video even een like zou willen geven. Ik ga één iemand kiezen gewoon uit de reacties die levenslang mijn premium abonnement gratis krijgt. Uh, met cryptosignalen, et cetera, alles erbij. Uh, deze geef ik weg bij 1500 likes. Dus like de video even, reageer even en je doet automatisch mee. En daarnaast deel hem even met vrienden en familie natuurlijk. All gaan we mijn beeldscherm induiken. En dat is uiteraard gewoon met de Bitcoin om te kijken waar we, waar we staan met uh, de, de crypto-markt. En daarna ook even naar de totale crypto-market cap kijken. Want um, wat we zien ja, is nogmaals niet al te best. Je ziet op de weekly dat we hier wel goed houden op de 50 moving average. Wat doorgaans een uh, best wel doorslaggevende support is. Breken we deze, dan kunnen we gaan kijken naar een ontzettend bearish trend. Maar voorlopig zie je dat telkens als we op die 50 ME in deze boel in ieder geval zijn ge, uh, gestuurd, bouncen we weer omhoog. Dus we hebben dat hier gehad. We zijn hier best wel een, een periode rond die 50 moving average geweest, van 17 mei. Tot en met 19 juli, eigenlijk voordat we echt weer actie zagen. Nou, hier hebben we 1-2 candles gehad. Dus ongeveer een maand of twee. En nu zijn we. Er doorheen geschoten, direct teruggegaan, is op zich goed teken. Orders opgehaald, uh, ook gevuld. Hele grote wik, en daarnaast zijn we nu een nieuwe weekly candle geopend. Vannacht, die op de 50 moving average nu support houdt. Dus idealiter wil je zien dat we vanuit hier of nog eventjes zijwaarts treden en dan omhoog gaan, of vanuit hier uh, eigenlijk met deze candle weer stijgen, of in ieder geval de volgende weekly candle. Um, nou, een groene krijgen en daar vanuit dus gaan stijgen. Dan heb je weer komende resistance punten die er aan zitten te komen. Die heb ik hier neergezet als de one week resistance, 56,5. Dan heb je de one month resistance, is ongeveer 58,8. Nog een wekelijkse resistance op de 60k. En zijn we daar voorbij, kunnen we gaan kijken naar nieuwe all time highs. Maar voorlopig is dit het belangrijkste wat we de komende periode moeten gaan doen. Zelf verwacht ik ergens... Dat we dit, ik zal mezelf even in een beeld zetten. Zelf verwacht ik ergens dat dit eind december, begin januari gaat zijn. Dat we die uh, rond de 65k levels weer gaan halen. Mocht dit niet gebeuren, dan uh, is het scenario van een bear market zeker mogelijk. Maar vooralsnog acht ik dat klein. Uh, maar er is wel iets wat je in gedachten moet gaan houden. Alright, voordat we verder gaan. Ben je nou op zoek naar een goede exchange om te gaan traden? FTX is al een langere tijd mijn go-to exchange. Vind ik heel erg prettig. Je kan daar een gratis account aan maken. En daarnaast krijg je via mijn referral linkje ook levenslang korting op al je transacties. Dus het is werkelijk de goedkoopste exchange die je gaat vinden. En ook vrijwel de makkelijkste exchange. Dus heb je nog geen account? Meld je even aan voor het link in de beschrijving. Er zijn ontzettend veel training pairs. Futures, spot, leverage tokens. En nog veel meer. Ik weet zeker dat je de prettige exchange gaat vinden. Dus uh, linkje daarvan vind je in de beschrijving. Verder kun je altijd aanmelden voor mijn gratis crypto training van maandagavond half 8. Als je meer wilt leren over crypto, mijn methodes, vertel ik je een hele Toffe case study in hoe ik 23.000 dollar met één simpele trade verdiend heb in de afgelopen maand. Training is gloednieuw. Uh, de eerste keer dat ik deze gaf, heb ik ontzettend goede reacties gehad. Dus heb je die nog niet gevolgd? Meld je even aan. En verder, wil je mij nog meer volgen? Meer leren over crypto, een beetje lachen over memes. Conneermarchand op Instagram zonder dubbele letters of streepjes. Uh, elke dag een nieuwe Insta-post op mijn feed en mijn story staat ook altijd vol met uh, informatie over crypto. Zoom je verder in naar de daily chart, dan zie je hier uh, telkens higher lows gezet worden. Dus je hebt hier een higher low. Uh, dit is een higher low. Je hebt hier nog eigenlijk een higher low. Deze zat bijna op hetzelfde level, is teruggeschoten. Hier hebben we eigenlijk gewoon weer een higher low gezet. Dus nog steeds is dit een bullish trend. Ja, we zijn bearish short term. Maar als je over de uh, lange termijn kijkt, is het gewoon nog bullish. We zetten een high, we zetten een higher low. We zetten een higher high. We zetten weer een higher low. En als we dat zo verder gaan zetten, is er verder nog helemaal niks aan de hand. Of iets om over te panieken. Breken we dit, deze levels. En gaan we dus richting die 30k. Dan. Ga ik mijn bias switchen en zeker kijken naar, bear market, naar een bear market? Want dan ga je inderdaad uh, voorbij die vorige low. En dan maak je dus een lower low, wat een behoorlijk slecht teken is. En dan zal je ook een uh, lower high gaan maken. Dus dat op de daily. Pak je daar de Fibonacci over, dan zie je dat we op zich op een best wel mooi punt staan. Je hebt hier de golden pocket. Ik zie het, heb hier een grote support slash resistance box getekend. Dus wat ik zelf heb gedaan is ook nog een order gelegd op 43.000 dollar. Met de stoploss hier uh, onder deze laatste wick. Uh, om deze mee te pakken naar weer de vorige high. Dus die 65k. <coughs> Dat is een orde die ik geplaatst heb. Dus ik verwacht ook dat we best nog wel naar dit level kunnen zakken. En nog steeds ben ik dan bullish. En uh, raak ik niet in paniek. Dat is het mooie als je technische analyse maakt. Uh, je verwacht dingen, zowel aan de bearish-zijde als aan de bullish-zijde. Uh, en in dit geval dus ook een mooie analyse die je eventueel kan maken en kan uh, delen op je eigen chart. Dus. Um, nog één laatste ding is de one hour. Je ziet hier een symmetrische driehoek. Um, is meestal een continuation pattern. Nou, we zijn de bearish ingekomen. Symmetrische driehoek. En als hij uitbreekt, zou je zeggen: Hij heeft twee op drie kans uit, uh, dat hij uitbreekt naar beneden. Omdat de continu continuation pattern is. Dat is hij nu aan het doen. Dus haalt hij het target van dit patroon. Dan komen we uit op zo'n uh, 44.000 dollar. Breken je door uh, de high naar de low te tekenen. Van het begin van het patroon. Op het breakout punt te zetten. Dus dat is ongeveer hier. En dan krijg je een prijs target van 44.400 dollar. Ongeveer. Ga je kijken waar dat is. Dan zie je dat, even kijken. Uh, dat het eigenlijk vrijwel direct in die support box komt die we getekend hebben: 44.000. Even kijken. Uh, hierboven. Of in de Golden Pocket is dat denk ik. Want hier zie je de prijs target: is die 44.800? Trek je Fibonacci van deze low hier naar de high, zie je dat daar het belangrijkste Fibonacci level, of eigenlijk de, uh, de zone, overeenkomt. De 6,18 en de 66 in dit geval, komt die precies op: 44.800, 44.900. Dus dit is een mooi area om te kijken naar eventuele instappunten. Je hebt hier die Fibonacci, die support box en daarnaast dus ook dat breakout pattern target. Dus dat voor Bitcoin en uh, daarmee ook vrijwel de rest van de crypto-markt. Kunnen we nog eventjes gaan kijken naar de totale crypto-market cap, wat we daarop zien gebeuren. Uh, ook hier eigenlijk zie je een beetje dezelfde beweging als de Bitcoin. Je ziet wel dat we, even kijken, oh, op de weekly chart, en dan haal ik deze even weer. Nou, deze kan ik wel laten staan. Dan zie je dat we precies op het belangrijkste, grootste volumeblok zitten. Dus we houden hier support. Ontzettend grote supportregio. 13,21 zijn we gebroken. We kunnen nog omhoog schieten en dus alleen maar hieronder wikken. Want deze candle sluit pas over 6,5 dag. Uh, maar daarnaast zie je ook hier die support weer op de 50 Moving Average. Wat op zich prima is, want het gebeurt vaak dat we door die 13 en de 20 heen schieten. En dat die 50 um, het live, de live anchor als het ware is. En dat we vanaf daar weer afbouncen. Dus ook hier nog niks ergs. Uh, gaan we daarheen, sluiten we naar een candle. Zie je wel dat we een lower low maken. Wat niet al te beste is natuurlijk voor de totale crypto market cap. Want wat we eerst hadden gezien en gemaakt, als je mijn channel al langer volgt, is die cup and handle. Dat cup and handle pattern op de totale crypto market cap. Hij bounced mooi op de neckline om te retesten. En vanuit daar was hij eigenlijk ready om vervolgens nieuwe hoogtes te gaan maken. En hadden we ook een prijs-target van de totale crypto market cap neergezet van zo'n 3,6 triljoen in totaal. Nou, nu zijn we die neckline gebroken. En gaan we weer op zoek naar een nieuw support-level. Je ziet dat we op zich wel op een. Uh, vrij groot uh, support level zitten ongeveer hier als je hem hier kan tekenen nou dan zou die groen moeten zijn ik kan hem even groen maken voor het beeld settings mm -mm. dit in het groen vrij grote support box hier je ziet hier ontzettend veel prijsactie een beetje consolidatie hier pieken we dus daar zijn we nu in aan het treden. Prima als we hier support houden en vanuit hier weer verder gaan. Dan hebben we alsnog ook hier weer een higher low neergezet. We hebben hier een low, we hebben hier een higher low en we zijn weer een higher low aan het maken. Kunnen we vanuit daar weer verder gaan? Je ziet wel dat als we zo verder gaan, dat we steeds lagere higher lows zetten. En dat er dus zwakte in de markt ook aan het komen is. Goed, vooralsnog ziet Alistair uh, ondanks de enorme dalingen en de dips... Prima uit, gezond uit. Breken we bepaalde levels die ik in deze video heb genoemd. Dan ga ik mijn bias switchen naar Bearish. En kijken naar eventueel uitschalen van mijn posities. Gewoon. Dus dat was mijn. Uh, nou Ik wilde zeggen korte crypto markt update. Het is toch bijna 9 minuten geworden. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Dat je er wat mee kan. Like even als het zo is. Vergeet niet mee te doen aan de actie. Daarnaast wil je nog meer leren over crypto. Kan altijd, mijn gratis crypto training is vanavond. Je ontdekt daarin hoe ik 23.000 dollar met één simpele trade verdiend heb in de afgelopen maand. Uh, is mega waardevol. Is de tweede keer dat ik deze training ga geven. Dus heb je die nog niet gevolgd, je, meld je even aan voor vanavond half acht. Uh, en FTX, heb je daar een account? Daar is veruit mijn favoriete Exchange. Meld je daar eventjes bij aan. Uh, gratis account kun je aanmaken via de linkje in de beschrijving. Levenslang korting. Heb je alleen maar voordelen bij? Kun je daar lekker op treden? En heb je Instagram? @cornemarchant. Geen dubbele letters, geen dubbele streepjes. Gewoon @cornemarchant. Elke dag belangrijke crypto post. Mijn story staat ook altijd vol met crypto spul. Dus vind je dat tof? Heb je Instagram? Geef me daar eventjes een follow. Waardeer ik. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze hele video. Like hem even, deel hem even. En ik zie je terug in de volgende. Adios.